Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianentoren en Koninklijke Burgers Zoo. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Hiel de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Hiel en Julia. Oh, oh, oh. Oh, wat is dit leuk, meneer Kaasgaap! Mag op uw hoofd, mevrouw Vlekkerspin! Hiepa! Julia, kijk! Is het alweer afgelopen? Wat jammer nou! Waarom gaat u niet nog een rondje, mevrouw Suikerspin? Ja, dat kan toch best? Ja. Ach, wel nee. Dat komt later nog wel een keer, hè? Ik moet nu weer aan het werk. Ja. Misschien kunnen we vanmiddag nog een keertje. Oh, dat zou ik echt heel leuk vinden. Ja. Dit is namelijk mijn lievelingsattractie. Oh. Oh. Wat zou ik toch graag eens op een echte safari willen gaan. Oh. Nou ja, ik moet maar weer eens aan het werk, hè? Dag, jongens. Okay. Dag, mevrouw Suikerspin. Dag, mevrouw Suikerspin. Dag. Doei. Oh, jongens, ik kreeg ineens een geweldig idee. Oh, wat dan, meneer Kaasgaaf? Wat nou? Als ik mevrouw Suikerspin meeneem op een echte safari. Oh, wat lief van u. Goed idee. Ja, maar dan heb ik alleen iemand nodig die op het pretpark wil passen. Nou, wij passen wel op het pretpark. Ja. Echt waar? Tuurlijk. Toch, Julia? Ja. Oh, maar dat zou fantastisch zijn. Weet je wat? Ik ga meteen naar mijn kantoor om een vliegtuig te boeken. Dankjewel, jongens. Graag gedaan, meneer Kaasgaaf. Ik vind het zo leuk dat meneer Kaasgaaf mevrouw Suikerspin meeneemt op een echte safari. Ja, super spannend. Ja, en zo romantisch. Ja, kom Julia, wij gaan in de achtbaan. Ja, leuk. Denk jij wat ik denk? Nou, geen idee. Dat ligt er natuurlijk aan wat jij denkt. Ach, die domme directeur en die vervelende mevrouw Suikerspin gaan straks weg uit het pretpark. Maar baas, ze kunnen toch niet zomaar alles achterlaten? Oliebol! Als die twee straks vertrokken zijn, kunnen wij de toren zo inpikken. Zeg, baas, wat doen we dan met die muis? Zodra die Kaasgaaf en die Suikerspin weg zijn, dan rekenen wij af met die muizen. En dan worden wij de baas van het pretpark. Ja! Kijk eens, lieverds, voor jullie allebei een lekkere suikerspin. Alsjeblieft. Dag. Dag. Oh. Meneer Kaasgaaf, wat heeft u nou voor kleren aan? Dat komt omdat ik op reis ga. Gaat u op reis? Waarheen? Ik ga op safari. En u gaat met mij mee. Meneer Kaasgaaf, echt waar? Ja! Wat een geweldige verrassing! Ja, maar u moet wel snel uw spullen pakken, want we vertrekken vandaag nog. Vandaag nog? Maar wie past er dan op het pretpark? Maakt u zich maar geen zorgen. Jul en Julia passen op de toren. Gaat u nou maar snel uw spullen pakken, want we willen het vliegtuig niet missen. Ja, ja, ja. Mijn droom komt uit. Oh.
Wij hoeven nu alleen nog maar te wachten tot dat duo uit het park vertrekt. En dan word ik. Wij. De baas van het pretpark. Zorg goed voor elkaar, hè? Ja, mevrouw Suikerspin. Dat gaat helemaal goed komen. Sleutel. Kompas. Fototoestel. Heeft u alles, meneer Kaasgaaf? Ik geloof het wel. Nou, dan is het tijd om te gaan. Oké, meneer Kaasgaaf. Daar gaan we dan, jongens. Passen jullie goed op elkaar en het pretpark. En geen gekke dingen doen, hè? Nee, meneer Kaasgaaf. Goed zo. Dag. Dag, mevrouw Suikerspin. Veel plezier. Doei. Veel plezier. Doei. Dag. Ze zijn weg. Oh, zodra die twee muizen naar binnen zijn, dan slaan wij toe. Oh, wat zijn ze toch lief samen. Kom, dan gaan we naar binnen. Oké. Huh? Oh nee. Wat is er, Jules? De poort zit op slot. We kunnen niet naar binnen. Oh nee. Heeft meneer Kaasgaaf de poort op slot gedaan? Huh? Heb jij de sleutel? Nee. Oh, die heeft meneer Kaasgaaf. Maar waarom gaan ze nog niet naar binnen, baas? Ach, die kaasschaaf heeft de sleutel meegenomen. We moeten snel die sleutel terughalen, voordat ze echt weg zijn. Ja, oké. Als wij die sleutel eerder te pakken krijgen dan die twee muizen, dan kunnen wij dat pretpark zo inpikken. Ja. Zo, we zijn bij het vliegveld. Oh, nee, we zijn te laat. Het vliegtuig stijgt op. Wat moeten we nou doen? Er zit maar één ding op. We moeten achter ze aan. Kom mee. Gewoon twee stoelen kunnen reserveren. Nee, pannenkoek. Auw, nee, pannenkoek. Ach, nee, als we bij die kaasgaaf en die suikerspin gaan zitten, dan weten ze toch meteen dat wij het zijn. Ja, zeg, maar wat gaan we nou doen in Afrika? We gaan die suikerspin en die kaasgaaf achtervolgen in de jungle. En dan stelen wij die sleutel. En dan laten we ze achter. In de wildernis. Is het hier toch mooi? Oh, mevrouw Suikerspin, kijk daar! Oh, giraffen! Zo, die hebben een lange nek, baas! Ze hebben niets door. Wat, die giraffen niet? Nee, die meneer Kaasgaaf en die Suikerspin natuurlijk. Nou, goed opletten. We mogen ze niet uit het oog verliezen. Wauw! Te gek, zeg!
Nou, daar zijn we dan. Ach, wat is het prachtig hier. Nou, laten we maar gauw de jungle ingaan. Het is nog een flinke tocht. Ja. Denk je dat het ons gaat lukken om meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin te vinden? Laten we het hopen. Ze kunnen niet ver zijn. Volgens mij moeten we die kant op. Wat gaan we nou doen, baas? Wij gaan op zoek naar die meneer Kaasgraaf en die suikerspin. Ja, maar moet dat nou in een jurk? Oliebol, ze mogen ons toch niet herkennen? Nee, zodra wij die twee gevonden hebben, doen wij alsof we hier vandaan komen. En of we ze willen helpen de weg te vinden door de jungle. Oh, oh, dat is aardig, baas. Dat is genoeg. Maar in plaats van ze te helpen, brengen wij ze naar de diepste en donkerste plek van de jungle. Dan pakken wij die sleutel en laten we ze daar voor eens en altijd achter. Nee, daar zijn die muizen. Kijk, daar is een huisje. Laten we snel kijken of ze misschien daar zijn. Goed idee, Jules. Wat moeten we nou doen, baas? Wacht, ik heb een plan. Ach, kijk nou! Wat leuk! Toeristen! Welkom in ons dorp! Ja, welkom! Nou, dank u wel! Oh, misschien kunnen deze mensen ons helpen! Goed idee, Julia! Mevrouw, heeft u misschien een meneer gezien met grijs haar? En een snor? En een mevrouw met een roze jurk? Ze zijn hier op safari en wij zijn naar ze op zoek! Oeh, Kaasgraaf en Suikerspin! Ja! Huh? Kent u die? Ze logeren in ons huisje. Echt waar? Zijn ze daar binnen? Nou, ze zijn nu even niet thuis. Maar weet u wat? Waarom wacht u niet even op ze? Ja, ze kunnen ieder moment komen. Ja, nu komt u verder. Oh, dat is aardig van u, zeg. Oh, ja, treed binnen. Ja. Oh, wat een klein huisje. Huh? Wat een rare plek is dit. Helemaal geen gezellig huisje. Nee. Nog even. En dan worden wij de baas van de Juliana-toren. Mevrouw, heeft u misschien een meneer gezien met grijs haar? En een snor? En een mevrouw met een roze jurk? Ze zijn hier op safari en wij zijn naar ze op zoek. Oeh, Kaasgraaf en Suikerspin. Ja. Huh? Kent u die? Ze logeren in ons huisje. Echt waar? Zijn ze daar binnen? Nou, ze zijn nu even niet thuis. Maar weet u wat? Waarom wacht u niet even op ze? Ja, ze kunnen ieder moment komen. Ja, nu komt u verder. Ja. Oh, dat is aardig van u, zeg. Ja, treed binnen. Oh, wat een klein huisje. Huh? Wat
een rare plek is dit. Helemaal geen gezellig huisje. Oh, wat gebeurt er hier? Zo, nog even. En dan worden wij de baas van de Juliana-toren. Hallo. Hallo. Hoort u ons? De deur gaat niet meer open. Oh, waarom komen die twee mensen ons nou niet helpen, Jul? Geen idee. Ja. Nou, wacht eens even. Ik ken de stemmen. Jul, het zijn de boeven. Ach, meneer Kaasgaaf. Zijn ze niet schattig? Mag ik ze houden? Mevrouw Suikerspin, doet u nou toch voorzichtig. Wat nou als ze u beten? Ach, wel nee. Dit zijn aardvarkentjes. Die doen niemand kwaad. Het zijn eigenlijk best wel schattige beestjes. Niet bewegen. Dan maak ik even een foto, hè? Ja, ja. Lachen. Kaas. Kom mee, mevrouw Suikerspin. We moeten die kant op. Ja. Ja. Dag, aardvarkentjes. De boeven hebben ons opgesloten. Oh nee, zij zitten ook achter de sleutel aan. We moeten meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin waarschuwen voor het te laat is. Ja. Maar hoe doen we dat? We komen hier niet uit. Nee. Kijk nou. Oei, dat is wel een heel smal bruggetje. Misschien dat we weer... Kom mee, meneer Kaasgraaf. Schiet u wel een beetje op? Ja, ik kom al. Waar? Daar. Waar is daar? Hier. Hier? Nee, kijk. Oh. Daar. Oh, daar. Had dat al meteen gezegd, baas. Nou, kom mee, stomkop. Oh ja, kom mee. Oh, ja. We moeten hier weg. Oh, dit gaat ons nooit lukken. Niet opgeven, Julia. Als die boeven meneer Kaasgraaf en mevrouw Suikerspin eerder vinden dan wij, dan stelen ze de sleutel. Oh nee, dan worden de boeven de baas van het pretpark. Ja. Hallo. Hallo. Oh, dag dames. Welkom in de jungle. Dank u. Wat leuk om de lokale bevolking te ontmoeten. Ja, kunnen wij u misschien van dienst zijn? Nee hoor, wij kunnen zelf... Ja, natuurlijk willen wij u helpen. Wij zullen u begeleiden door de jungle, hè? Huh? Ja, kom, dan neem ik uw tas wel even mee. Ach, waarom ook niet? Nou, kijk. Hier in de jungle, daar leven dus vogels en de bomen en... Kijk. Daar in de lucht een hele mooie vogel. Kijk, daar, nog één. Ja, nu is die weg. Weg. Nou, bedankt voor uw tijd en nog een heel fijn verblijf in de jungle, hè? Dag. Dag. Wat gek. Waarom gaan die dames nou ineens zo snel weg? Ik heb geen idee. Help! Kan niemand ons horen? We zitten hier! Hallo, is daar iemand? Nog even. En dan is dat pretpark van ons. Ja. Dag! Wat gek. Waarom gaan die dames nou ineens zo snel weg? Ik heb geen idee. Maar goed, wij kunnen het verder prima samen af, hè? Daar heeft u gelijk in. Eens even kijken waar we precies zijn. Ja. Wat een gekke kaart. U heeft hem op zijn kop. Oh, ja, natuurlijk, op zijn kop. Ja, dat wist ik wel, hoor. Och, natuurlijk.
lijken die bomen op elkaar, zeg. Meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin waarschuwen. Dit komt mij bekend voor. Meneer Kaasschaaf, kwamen wij hier niet vandaan? Nee, dat leek zo. Omdat die bomen die leken natuurlijk een beetje op elkaar, hè? Ik zou toch zweren dat we hier net ook waren. Maakt u zich maar geen zorgen. Mijn kompas wijst ons de weg. Oké, Julia. Ik tel tot drie en dan duwen we op ons allerhardst. Oké, Joep. 1, 2, 3. Oh, het lukt niet. Niet opgeven, Julia. We proberen het gewoon nog een keer. 1, 2, 3. Wow! Wij komen! Wij komen! Oh, meneer Kaasschaaf. Volgens mij is dit al de zoveelste keer dat we hier langslopen. Ik begrijp er niks van. En volgens mijn kompas moeten we deze kant op. Laat mij eens even kijken. Het kompas is stuk. Wat? Nee, u heeft gelijk. Maar hoe weet ik dan of dat we de goede kant op gaan? Meneer Kaasschaaf, kijk daar. Het is een huisje. Wel heb je ooit. Misschien is daar iemand die ons de weg kan wijzen. Kom mee. Zeg, baas, wat gaan we nou doen met die muizen? Ach, die laten we lekker zitten waar ze zitten. Maar dat is toch zielig? Wat kan mij dat nou schelen? Nog even. En dan zijn wij de baas van de Julianatoren. Ja! Oh, sorry, Jul. Ik ben denk ik toch niet sterk genoeg. Dat geeft niet, Julia. We komen hieruit. Dat beloof ik je. We zijn er bijna. Hè? Huh? Mevrouw Suikerspin, niet zo snel. Hè? Huh? Wat is het hier stil? Zou er iemand zijn? Dat klinkt wel als meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin. Meneer Kaasschaaf, mevrouw Suikerspin. Help, we zitten hier. Help. Hoort u dat ook? Dat lijken wel de stemmen van Jul en Julia. Nee, dat kan niet, want Jul en Julia die zijn bij de toren. Dus ze kunnen hier niet zijn. Oh, jawel. Ze zijn het echt. Kom mee. We zitten hier. Help. Help. Oh. Meneer Kaasschaaf. Oh, ja. Oh. Ja, wat goed. Jij. Jul en Julia. Mevrouw Suikerspin. Meneer Kaasschaaf. Jul? Julia? Wat doen jullie hier? Waarom zijn jullie niet bij de toren? Meneer Kaasschaaf, wij komen jullie waarschuwen. De boeven zijn in de jungle. Wat? Toen jullie weggingen, heeft u de poort van het pretpark op slot gedraaid en de sleutel meegenomen. Wij zijn jullie gevolgd om de sleutel terug te krijgen. Maar ja. Nu proberen de boeven de sleutel van u te stelen. Dat kan niet waar zijn. Oh, wat ben ik toch ook een domoor. Weten jullie zeker dat ik hem heb meegenomen? Hij zit niet in mijn tas. U moet de sleutel hebben. Ja, die twee vrouwen. Ach, nu snap ik waarom die twee vrouwen zo raar deden. Dat waren natuurlijk de boeven. Oh, nee. En zij hebben vast uw sleutel gestolen. We moeten snel op zoek naar de boeven, voor het te laat is. Nou, kom op met die sleutel. Dan gaan wij zo snel mogelijk terug naar de toren, hè? Yes.
Baas. Wat? Ik ben die sleutel verloren. Wat? Wat ben jij toch ook een oliebol? Oh, lekker. Dag. We moeten zo snel mogelijk die sleutel te pakken krijgen voordat die kaasschapen vindt. Ja, en dan? Dan moeten we zorgen dat wij die sleutel terugkrijgen. Kom op, meneer Kaasschaap. Oké. Wat ben jij toch ook een stomkop? Oh, sorry, baas. Ach, als jij die sleutel niet was verloren, waren wij nu niet hier door de jungle aan het struinen. Waar zouden die boeven toch zijn? Misschien kunnen we beter teruggaan. Meneer Kaasschaaf. Blijven zoeken, jongens. Meneer Kaasschaaf? Jullie, ik had het kunnen weten. Rustig, meneer Kaasschaaf. Waar is de sleutel? Huh? Maar jullie hebben hem toch gestolen? Ja, maar we zijn hem verloren. Verloren? Ja, verloren. Maar dan moeten we gaan zoeken. Snel! Ja. Nou, kom op. Daarachteraan. En? Al iets gevonden? Nee, nog steeds niet. En blijven zoeken. Ja. Dag. Dat u sneller was. Geef ons de sleutel. Jullie gaan hier spijt van krijgen. Ja. Met deze sleutel hebben wij toegang tot de toren. En worden wij eindelijk de baas van dat pretpark. Ja. Hadden jullie gedacht? Mevrouw Suikerspin. U heeft de sleutel en het pretpark gered. Ja. Dank u wel. Graag gedaan hoor, meneer Kaasschaap. Dan kunnen we eindelijk terug naar de toren. Ja. Het zal wel druk zijn voor de poort. Wij gaan met jullie mee. Maar onze safari dan? Vindt u dat niet jammer? Ach, wel nee. Deze reis was een avontuur om nooit meer te vergeten. Maar eigenlijk mis ik mijn suikerspinhuisje wel een beetje. Mevrouw Suikerspin, als u maar weet dat ik... Ik vond het heel erg leuk. Ik had graag nog eens... Bedankt, meneer Kaasschaaf, voor deze fantastische reis. Jullie zijn nog niet van ons af. Sorry. Dan verklaar ik bij deze het pretpark voor geopend. Ja! Veel plezier op de hoek!
Dat in de struiken zit. Zij zegt tegen hem: je ziet het te zwart-wit. Maar hij gaat op zijn strepen staan en trekt de scheve snoet. Toch zijn ze beste vriendjes, dus ze maken het weer goed. We gaan samen op safari rijden langs bij ieder dier. Is best een beetje spannend, maar we hebben heel veel plezier. Met zijn grote bek, hij zingt met ons dit lied. Ja, samen op safari is te gek. We gaan samen op safari rijden langs bij ieder dier. Het is best een beetje spannend, maar we hebben heel veel plezier. En we crossen in een auto door de jungle wildernis. Ja, safari, safari is het leukste wat er is. Ja, safari, safari is het leukste. Ik kom er niet toe, Rudy. Wat heb ik dan gedaan? Komen we hier dan weg? Nee, niet heen. Oh, nee. Straks gaan ze ons nog opbeuzelen. De verdraaide kaasschaaf is nog niet van ons af. Nee. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianentoren en Koninklijke Burgers Zoo.